Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom bij de presentatie van de opleiding docent muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En niet zomaar in Den Haag, maar vanuit ons hele mooie, prachtige nieuwe gebouw Amare in Den Haag. Ik ben heel blij dat jullie allemaal kijken. Er zitten ook wat mensen in de zaal mee te kijken. En ik ga straks even kort vertellen hoe deze presentatie eruit gaat zien. Maar eerst wil ik even de mensen voorstellen die met mij aan tafel zitten. Hier naast me zit Brit, tweedejaars student, docent muziek. Natasja Kurek, zangdocenten aan de opleiding. Wilmar, ook tweedejaars student. En Tessa Kraus, docent methodiek en pianopracticum. Ik ben Suzanne Overmeer, ik ben coördinator van de opleiding docent muziek. We hebben op het conservatorium een afdeling educatie en docent muziek valt daaronder. Er hangen ook nog twee masters onder, de master Kodai en de master Instrumental and Vocal Teaching. Die zijn nu niet aan tafel, maar als je het interessant vindt om daar iets over te weten, kijk dan even op de website, want er zijn nog online questions and answers te boeken over die opleiding. Nu hebben we het over docent muziek. En docent muziek is eigenlijk de breedste opleiding van het conservatorium. Want je wordt opgeleid tot docent en muzikus. En van dat stukje muzikus zag je net al een filmpje. Want dat filmpje, de video die je net zag, kwam uit onze jaarlijkse theaterproductie The Case. Normaal gesproken live in een zaal, maar vorig jaar door de welbekende omstandigheden in een online vorm. Straks gaan we daar zeker nog iets meer over vertellen. Eerst maar even iets over die opleiding, muzikus en docentschap. Dat staat centraal in onze opleiding. En als je de opleiding hebt gedaan, dan heb je een eerste graads bevoegdheid docent muziek. En dat betekent dat je eigenlijk overal kan lesgeven. Je kan lesgeven op de basisschool, de middelbare school, zowel de onderbouw als de bovenbouw. Je kan lesgeven aan volwassenen en in het mbo. Nou, dat is nogal wat. Dat betekent dat je ook veel leert in de opleiding. Veel verschillende dingen. We hebben muzikaal praktische vakken, theoretische vakken. We hebben vakken die gaan over ondernemerschap, projecten draaien. En natuurlijk de onderwijskundige vakken. Zoals methodiek, didactiek en stage. Daar gaan we straks nog in het gesprek ook over praten. In Den Haag ligt een behoorlijke focus op de muzikaal praktische vakken. Op je muzikantschap. Wij hebben de visie dat het belangrijk is dat jij als muzikus voor de klas staat. Welke klas dan ook, of welke groep dan ook. Dus je hebt hier heel veel vakken die gaan over je muzikale ontwikkeling. Bijvoorbeeld pianopracticum, zangpracticum, drumpracticum, gitaarpracticum. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is het les op je eigen instrument. Dat noemen we hier je primair instrument. En toevallig, niet geheel toevallig, zitten hier natuurlijk wat mensen aan tafel die daar iets over kunnen vertellen. Natasja en Brit. Natasja, jij geeft zangles aan alle studenten die als primair instrument zangbreed hebben. Zangbreed, dat is popzang, jazzzang, soul, noem het maar op. Natasja, kun jij vertellen waar jij aan werkt in je lessen met de studenten? In de eerste twee jaar werken we aan ontdekken wat je sterktes zijn in je zang. En we kaarten aan wat je nog moet ontwikkelen en mag ontwikkelen. We werken met verschillende repertoire. Repertoire die je al van binnenkomen al goed ligt. Maar we proberen je ook laten groeien in het kijken wat je nog anders kan leren. En dat duurt dus 4 jaar op wekelijks basis. Dus je krijgt echt een kans om heel veel te leren over je eigen stem, over je eigen componeren ook. Want dat neemt ook plaats in de lessen. Als mensen daar behoefte aan hebben om aan zijn eigen repertoire te werken, dat doen we dat ook. Maar vooral werken we in de eerste periode aan je technische ontwikkeling. Ja, en Brit, jij krijgt zangles van Natasja. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer lessen waaraan aan jouw muzikantschap wordt gewerkt. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. We hebben bijvoorbeeld ook een vak ensemble. Daar zitten we eigenlijk met de hele klas bij elkaar. En daar maken we eigenlijk met z'n allen muziek. We krijgen dan verschillende opdrachten, arrangeeropdrachten. En dan moeten we voor onze klas een arrangement maken van een nummer. Afgelopen jaar moesten wij bijvoorbeeld allemaal een blues arrangeren. En dat is vaak ook voor een vrij ongebruikelijke setting moet je dat doen, want we hebben iemand die eufonium speelt en we hebben iemand die trombone speelt, maar we hebben ook 5 zangeressen, dus die moet je dan ook ergens anders aan het werk zetten.
dat is een voorbeeld van het muzikantschap. We hebben natuurlijk inderdaad wat je net zei, gitaarpracticum en drumpracticum. En als je daar meer wil ontwikkelen, kan je dat ook als keuzevak kiezen. Dus je wordt eigenlijk heel breed als muzikant opgeleid. En er ligt echt een focus op je muzikantschap ook. Het is echt een combi van lesgeven en musiceren. Ja, we hebben ook een docent muziekkoor. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wie zingen er allemaal in mee? Iedereen, op de hele opleiding. We gaan altijd elke maandagochtend met de hele opleiding koor zingen. Met de dirigent, Jos. En dat repertoire ligt aan welke projecten we hebben lopen. Want we hebben een koorweek in december altijd. En die koorweek dat eindigt ook met een concert. Dus dan ben je de hele week aan het repeteren aan repertoire. En het repertoire verschilt ook van klassiek tot mooie koorarrangementen van popmuziek of soms zelfs rock, gospel. Dus dat is heel erg breed. En het helpt denk ik ook zeker voor de instrumentalisten onder ons dat zij ook echt leren koorzingen en leren hoe dat is. Ja, dankjewel. Het koor wordt al even genoemd. Een van de projecten die we met de hele opleiding doen. We zijn niet zo'n hele grote opleiding. En we vinden het eigenlijk heel belangrijk dat we veel dingen samen kunnen doen. En iets anders wat we samen doen is de Avond van het Lied. Natasja, kan jij daar iets over vertellen? Wat is het eigenlijk? Zeker. Avond van het Lied is een van de leukste avonden in onze hele jaar. Dat neemt altijd plaats net voor het kerst. En it starts off your Christmas vacation. Als je echt oververmoed bent, dan is dat een mooi moment. Waar we ons samen verzamelen met de hele opleiding en zingen we voor elkaar liedjes en spelen. Nou, wij studenten doen dat voor elkaar. Dat is een van de avonden waar iedereen zich op verheugt, maar iedereen ook vreest. Want je moet daar zelf een liedje zingen en je moet jezelf begeleiden. Nou, dat is voor de zangers wat makkelijker en voor de pianisten, maar iedereen moet dat doen. En dat is natuurlijk heel spannend. Maar dus het is een heel democratiserend moment in de opleiding, want iedereen moet boven hetzelfde drempel springen. Maar we doen het op een heel fijne manier. Een heel veilige manier, wordt niet uitgezonden online. Iedereen presenteert dus een stuk dat ze heel graag met anderen wil delen. Iets dat ze moeilijk vinden waarschijnlijk, maar ze worden heel goed daar voorbereid in de lessen van de zangpracticum en de pianopracticum. Kom eens kijken. Ja, kom eens kijken. Wilmar, jij speelt euphonium. Voor jou is zo'n Avond van het Lied dan echt even uit je comfortzone, kan ik me voorstellen. Maar naast die Avond van het Lied doen we nog meer dingen gezamenlijk. Bijvoorbeeld de voorspeelavond. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij als tweede jaar organiseren verschillende projecten binnen de opleiding. Waaronder ook de voorspeelavond. En de voorspeelavond is een avond, eigenlijk twee avonden, waarop de hele opleiding samenkomt en iedereen een stuk presenteert op zijn of haar hoofdinstrument. Dus dat is eigenlijk in het begin van het jaar, dat is een soort meetmoment of een moment waarop iedereen eigenlijk zichzelf kan laten zien, muzikaal in plek van normaal presenteren. En daar hangt ook altijd een thema vanaf en dat is een hele bijzondere avond voor iedereen. De hele opleiding komt samen. En ook voor de eerstejaars is het vooral een bijzonder moment, omdat ze zichzelf voor het eerst kunnen laten horen aan de hele opleiding. Is het vooral spannend of is het vooral leuk? Vooral leuk natuurlijk, maar ook een beetje. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Natasja, we gaan straks kijken naar een stukje van een eindrecital. Vorig jaar was dat noodgedwongen. Ja, normaal doen we dat in een zaal en nu doen we dat een beetje anders. Wil jij het aankondigen? Ja, nu doen we dat ook gedeeltelijk online, of tenminste vorig jaar. En wat we nu gaan zien is een onderdeel van zo'n eindrecital van een van mijn voormalige studenten, Renske. Waar ze een stuk van Deft Punk hebben neergezet in een vorm van een video. Ze hebben alles zelf opgenomen, video en audio, dus dat leer je ook hier. En je ziet dus drie studenten die zangers zijn en één die instrumentalist is die daar zingt. Mijn vraag, nou, gewoon quiz. We hebben waarschijnlijk een prijsje om te ontdekken wie dat is. Of waarschijnlijk zingen ze allemaal zo geweldig, want je krijgt hier 4 jaar lang zangles. En dat hoor je ook. We gaan luisteren naar Daft Punk van Renske.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, call it, jam it, lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, rate it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, technologic, one more time. Like the legend of the phoenix, yeah, or entropy beginnings, ah, what keeps the planet spinning, ah, the force from the beginning, ah, we've come too far to give up who we are, so let's raise the bars and our cups to the stars. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for the fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Zo, we hebben al even gesproken over het stukje muzikantschap in onze opleiding. Maar ik zei al, ja, er zijn twee dingen heel belangrijk in onze opleiding. Dat is ook het docentschap. En om docent te worden moet je alles weten over hoe je nou muzieklessen maakt, maar natuurlijk ook over hoe je ze geeft. En dat leer je in de vakken muziek, didactiek, muziekpedagogiek en in de stage. De stage vinden we heel belangrijk, want je leert lesgeven toch het beste in de praktijk. Dat is de afgelopen tijd niet zo makkelijk geweest, want we hebben veel in lockdowns gezeten. Of ja, scholen vonden het niet altijd prettig als er nog weer extra mensen in de klas kwamen. We hebben het maar positief ingezien en veel geleerd over hoe je dan online lesgeeft. Maar we staan natuurlijk het liefste voor de klas. En Britt, jij bent nu tweedejaars. Ja. Zou jij iets kunnen vertellen over hoe die stage nou eruit ziet in jaar 1 en jaar 2? In jaar 1 ga je eigenlijk alles een beetje langs. Je gaat langs de basisscholen, je gaat langs middelbare school, onderbouw vooral. En je gaat ook nog even naar het buitenschoolse muziekeducatieveld. Voor ons was dat vorig jaar eigenlijk allemaal digitaal, dat buitenschools gedeelte. Maar ik hoorde dat ze dit jaar wel overal langs zijn geweest, dus daar gaan we zo vast wat over horen. Dus dat is heel leuk, want je krijgt gelijk het hele brede werkveld te zien. Je krijgt gelijk een beeld van, oké, dit is wat ik misschien zou kunnen gaan doen na de opleiding. Nu dit jaar zijn wij, ik ben tot nu toe bezig geweest met middelbare school onderbouw. En daar loop ik elke week stage. En ja, dat is heel leuk. Af en toe geef je dan een les of een lesonderdeel. En je krijgt heel veel feedback van je stagedocent. Het is superleuk om voor het eerst voor de klas te staan. Mm-hmm. En je krijgt vanuit alle andere vakken die ook over lesgeven gaan, dus pedagogiek, methodiek, krijg je heel veel handvatten om aan het werk te kunnen in je stage. Ja. Dus dat is heel leuk. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken, voor de klas, dat lijkt me ook wel heel spannend. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, de eerste keer dat je echt voor de klas gaat staan, dan denk je echt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dan denk je wel van, het is heel spannend. Maar je staat wel met een stagedocent die het altijd kan opvangen als het niet lekker gaat. En uiteindelijk valt het echt reuze mee. Het is echt superleuk. Ja, nou, dat is absoluut zo. Naast mij zit Tessa. Jij geeft les aan de derdejaars eigenlijk en begeleidt ook de stage in jaar 4. Kun jij iets vertellen van hoe die stages er in die jaren uitzien? Ja, in het derde jaar is de studentengroep in twee gesplitst. De ene groep loopt dan bij het primair onderwijs. En de andere helft komt bij mij. Dat is fijn, want dan ben je niet met te veel stagiaires bij elkaar. En wij hebben wel een interessant concept, vind ik eigenlijk. Dat heet methodiek op de werkvloer. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort van superstage. Waarbij de studenten dus in een klein groepje, in dit geval bij mij, de hele dag meelopen. En alles ervaren van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dus dat gaat eigenlijk om die leerlingen die muziek als examenvak
in hun profiel hebben gekozen. Nou, er zijn zeker toehoorders vandaag ook die daar nog mee bezig zijn en daar nog eindexamen in moeten doen. En halverwege het jaar switcht dat dan. Maar die methodiek op de werkvloer, ja, daar leren de studenten natuurlijk van alles. Omdat ze heel intensief meelopen en ze leren niet alleen lesgeven in muziekgeschiedenis en theorie en hoe je dat op een interessante en aantrekkelijke manier kan aanbieden. Maar de praktijk speelt natuurlijk ook een heel grote rol. Dus ze moeten arrangeren voor grote groepen, zodat alle leerlingen kunnen meedoen. Ze moeten weten hoe je met koren werkt in het voortgezet onderwijs. Dus je moet kunnen dirigeren. Je moet ook veel weten van bandcoaching. Je moet kinderen kunnen voordoen wat je moet doen op de basgitaar of de drums of de gitaar. En ja, al deze aspecten, zeg maar, die komen natuurlijk ook in de opleiding weer als aparte vakken voor. Dus ja, zo ziet zo'n intensieve dag eruit. En dan later op in de week komen de studenten naar het instituut hier en krijgen ze methodiek waarbij we eigenlijk in vogelvlucht, of ja, je zou kunnen zeggen als een drone, nog eens hangen boven alles wat er ervaren en geleerd en gezien is. En daar gaan we er dan dieper op in. Ja, ja, ja. Wat goed. En in jaar 4, waar lopen ze dan stage? Jaar 4, dat noemen we heel mooi de profielstage. Ze hebben dan een keuze waar ze stage lopen. En studenten kiezen dan iets waar ze zich nog verder in willen ontwikkelen. Dus het kunnen alle onderwijsvelden zijn. En ze zijn dan eigenlijk geheel zelfstandig. Dus waar bij jou nog de docent achterin staat, is dat eigenlijk niet meer de bedoeling. Dus ze gaan echt helemaal hun eigen gang. Je mag fouten maken, maar je moet ze dan ook zelf oplossen. En dat is denk ik ook het jaar waarin je het meest bezig bent met je onderwijsvisie. Dus wat wil ik nou straks na de opleiding doen? En ja, hoe wil ik het doen? En Tessa, jij hebt op dit moment natuurlijk ook al stagiaires, ja, in jouw klas. Kun je een, ja, mooi voorbeeld noemen van wat dan die studenten, waar ze jou bij helpen of wat ze van jou overnemen? Ja, ik zat even na te denken over hoe dat vorig jaar ging. Want we hadden natuurlijk over het feit dat corona toen zo heeft toegeslagen dat de lockdown op de scholen heel streng was. Toen waren er ook toch wel een aantal bijzondere momenten. Want dat was ook het moment dat de eindexamenklas 6 VWO hun examenconcert moest voorbereiden. Maar ze mochten maar heel mondjesmaat op school komen. En dat was natuurlijk een probleem. En in de voorjaarsvakantie mochten ze dan repeteren. Nou, toen was het geweldig, want toen hebben de studenten de leerlingen geholpen met het examenconcert in elkaar te zetten. Hun te helpen bij het maken van het programma, hoe ze het zouden presenteren enzovoort. En dan zie je dat ze toch eigenlijk ook wel echt met het echte werk bezig zijn. En een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat je ziet dat studenten ook vaak leerlingen helpen die een vervolgopleiding in de muziek willen gaan doen. Conservatorium of een musical academie of zoiets. Want zij weten natuurlijk nog heel goed hoe je het beste kan voorbereiden. En ja, dat vind ik eigenlijk een goed voorbeeld van hoe studenten op de opleiding toch al echt eigenlijk met het echte werkveld bezig zijn. Ja, ja, dankjewel. Ja, nou, het werd al gezegd, hè, we bouwen de stages helemaal op. Van heel veilig kijken, kleine stukjes doen, naar uiteindelijk in jaar 4. Ja, moet je in staat zijn om zelfstandig in een klas te kunnen werken. We hebben het over muzikantschap en docentschap, maar een steeds belangrijker onderdeel in onze opleiding wordt ook een stukje ondernemerschap. Want veel van onze studenten, ja, die werken niet alleen maar op school, maar doen ook veel in het buitenschoolse veld. Bijvoorbeeld een eigen zangschool opzetten of workshops geven of een amateurkoor dirigeren. Er is heel veel werk, ook in dat buitenschoolse werk. En daar ga je vaak aan de slag als ZZP'er. Om die reden zijn we steeds meer eigenlijk dat brede werkveld in onze opleiding gaan integreren. En Amber zit aan tafel. Amber, welkom. Jij bent een eerstejaarsstudent, nog maar net begonnen. Maar toevallig zijn we nu in het eerste jaar bezig met dat buitenschoolse werkveld. En Britt zei het net al, we hebben daar ook stages in. Kun jij vertellen welke stages jullie allemaal hebben? Wij hebben nu de mogelijkheid gekregen om stage te lopen bij het Amsterdam Zangacademie, het Residentieorkest, Pi of Co. En ik heb ook afgelopen week stage gelopen bij een PABO-opleiding. Ja, want je kunt als muziekdocent ook bij de PABO gaan werken. En wat heb je daar gezien? Vond je het interessant? Ik vond het zeker interessant, omdat ik zelf geen idee heb hoe muzieklessen eraan toe gaan op de PABO en in hoeverre ze daar muziek leren. Dus ik heb stage gelopen bij een muziekdocent die docent muziek heeft gedaan, hier ook toevallig. En zij heeft me verteld hoe ze het aanpakt, hoe muziek ook wordt betrokken in andere projecten op de PABO. Toch omdat als
basisschooldocent je heel veel moet ontwikkelen. Op alle gebieden moet je ergens klaar kunnen staan. Ja, nou dat is zeker waar. Ik hoop dat je veel gaat ontdekken, Amber. Want in het eerste jaar ben je dus heel erg bezig met ja, je aan het oriënteren. Wat kan ik nou straks allemaal? We hebben dan in jaar 3 nog een keuzevak ondernemerschap in samenwerking met een culturele partner in de stad, waarbij studenten echt een projectplan gaan schrijven, dat ook moeten pitchen, het ook over begrotingen moeten hebben. In jaar 2, ik sla het zomaar even over, doen de studenten heel veel aan organisatorische vaardigheden, want al die leuke gezamenlijke projecten die we hebben, ja, die moeten ook geregeld worden. En dat doen de tweedejaars, daar zijn we altijd heel blij mee. En in jaar 4, dat zei Tessa net al even, hebben studenten eigenlijk zelf de keuze om een veld te kiezen waarin zij willen stage lopen. En eigenlijk elk jaar zijn er wel een aantal studenten die dan voor dat buitenschoolse werkveld kiezen. Ik ga nu even door naar nog wat andere varianten van onze opleiding. Want wij zitten hier nu eigenlijk te praten over de voltijdsopleiding, de bachelor docent muziek, waar je in principe na je HAVO of VWO naartoe komt. Maar we hebben ook nog 2 varianten. En dat zijn de docent muziek verkorte opleiding en de docent muziek zijinstroom. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn toch net even anders. De verkorte opleiding is, nou ja, letterlijk zegt het al, is in feite de voltijdsopleiding, maar dan in een verkort traject. En die is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld al een bachelor muziek hebben. Je bent violist, je bent gitarist, pianist en je denkt, ik wil toch ook die lesbevoegdheid gaan halen. Dan kun je hier op basis van vrijstellingen meedoen aan de verkorte opleiding. En dat is een 2-jarig traject waarbij je eigenlijk maar 1 dag, nou laten we zeggen 1,5 dag, lessen krijgt en stage loopt. En dan in 2 jaar je bevoegdheid kunt krijgen. De zijinstroom lijkt erop, is net een beetje anders. De zijinstroom is bedoeld voor mensen die al in het onderwijs werken. Er zijn best veel mensen die daar op de een of andere manier zijn ingerold en nog niet bevoegd zijn, maar wel als muziekdocent op een school werken en die een afgeronde hbo hebben. En zij kunnen dan bij ons via een subsidietraject van de overheid, de zijinstroom, kunnen zij ook in 2 jaar hun bevoegdheid halen. En zij volgen een assessment bij binnenkomst, zodat we kunnen kijken welke competenties heeft iemand al, wat voor curriculum moet deze kandidaat gaan volgen. Dus dat is nog ietsje meer op maat. Verkort en zijinstroom. Straks is daar ook nog even wat informatie over voor de mensen die daarvoor hebben ingeschreven. En ook op de website kun je nog een online question and answer vinden over deze opleiding specifiek. Nou, dat waren de varianten. We hebben het al een paar keer gezegd, de projecten, dingen samen doen, dat is belangrijk bij ons, bij docent muziek. En daar gaan we het nu over hebben, maar we gaan eerst weer even kijken naar een video. Wederom uit onze muziektheatervoorstelling The Case. Babette. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils t'emmènent de la joie ou bien des chagrins. Affaibli par la femme, je suis malheureuse. Volant ton chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Enfant d'heure solitaire, est triste à nourrir. À un, je suis amée, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Ça n'est pas pour moi, laisse-moi vous émerveiller.
la fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureuse à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin. Le festin est sur mon chemin. Une vie à me cacher et puis libre enfin. Le festin est sur. Jullie zagen Babette, onze tweedejaarsstudenten, met haar liedje Le Festin. En zoals ik al zei, dat kwam uit de voorstelling The Case, onze jaarlijkse muziektheaterproductie van onze hele afdeling samen. Britt, ja. The Case, ik heb het al een paar keer genoemd. Kan jij nou vertellen, wat is het eigenlijk precies? Hoe lang zijn we daarmee bezig? Wie doen er mee? The Case is inderdaad een soort muziektheatervoorstelling die we elk jaar maken. Die wordt elk jaar ook geregisseerd door een andere regisseur. Die komt ergens aan het begin van het jaar, gaan we die altijd ontmoeten, aan het begin van het schooljaar. En als tweede jaar organiseer je ook alles rondom de Case. Dus repetities, rooster maken van de repetities en de communicatie met de regisseur. En We zijn er ongeveer 3 weken in totaal mee bezig, echt tijdens schooltijd. Je hebt een week na de kerstvakantie dat je de hele week gaat repeteren en allemaal stukken gaat voorspelen eigenlijk voor de regisseur. Iedereen mag stukken inleveren om te kijken of de regisseurs dat stuk dan leuk vinden om het in de Case te stoppen. En na die eerste week laat je het allemaal zien en dan maakt de regisseur meestal een selectie van stukken die hij voor de voorstelling wil. En dan heb je daarna 2 weken in februari waar je nog meer gaat repeteren en het allemaal in elkaar gaat zetten, monteren. En dan wordt het 1 hele grote voorstelling van ongeveer 2 uur, geloof ik, is het meestal. Meestal wel, ja. Spelen we dan 2 keer voor open publiek, voor iedereen, en 2 keer voor middelbare scholen. Ja. Als je nou denkt, goh, dat zou ik wel eens willen zien, want het is bijna zover. De 2 weken in februari zijn eigenlijk de tweede en de derde week dat wij daaraan werken. En op de donderdag en vrijdag voor de voorjaarsvakantie zijn 's avonds voorstellingen waar je naartoe kunt gaan. Wees er snel bij, want vanwege de maatregelen mogen we maar beperkt publiek toelaten. Dus we kunnen helaas niet de hele zaal uitverkopen. Althans, vooralsnog, wie weet wat de persconferentie ons gaat brengen. We doen de Case met de hele opleiding samen. Net zoals de koorweek waar we net al over spraken. De avond van het lied, de voorspelavond. Maar we hebben nog iets waar onze studenten altijd zeer naar uitkijken. En dat is de cultreis. Amber, jij bent dit jaar voor het eerst mee geweest. Kun je iets vertellen over de cultreis? De cultreis is een reis dat wordt georganiseerd door de vierdejaars. Zij nemen de leiding over alles. Alles wordt geregeld. En het staat elk jaar in een ander thema. Dit jaar was het thema dans. En we hadden workshops, dansworkshops. We hebben musea bezocht. Echt een cultuurtripje met de hele opleiding. Het is hartstikke gezellig. Je leert iedereen kennen. Het is ook helemaal aan het begin van het hele jaar. Dus het is heel fijn dat het op dat moment is. Omdat je de rest van het jaar weet, je kent de mensen al. Je bent met ze op reis geweest. Dit jaar was de reis naar Keulen. Het is echt superleuk. Nou, dat is het zeker. Ik mag lekker ook altijd een paar dagen mee. En het is echt een feestje. Amber zei het al, we hebben altijd een ander thema. Dat komt eigenlijk vanuit het vak CKV. Onze studenten, als ze klaar zijn, zijn ook bevoegd om het vak CKV te geven en kunst algemeen. Dat zijn best grote vakken. We kunnen daar natuurlijk niet heel veel tijd aan besteden in de opleiding, maar we besteden er wel tijd aan. En een van de dingen die we doen is dan de cultreis, waarbij de studenten eigenlijk in de 4 jaar dat zij bij ons studeren kennis maken met de 4 andere disciplines, kunstdisciplines. Nu was het dans, volgend jaar is het volgens mij theater. Maar ik weet het nog niet zeker. De cultreis is ook het moment om elkaar natuurlijk allemaal te leren kennen
Wat zorgt voor een hele fijne groepsbinding in onze opleiding. Daar zijn we echt wel een beetje trots op. Ik ga een beetje al naar het einde van de presentatie toe. En een vrij belangrijk onderdeel is natuurlijk de toelating. Ik kan me voorstellen dat mensen die de opleiding willen doen daar wel wat meer over willen weten. We hebben, ik ga het even zo snel mogelijk zeggen, eigenlijk 5 onderdelen die we toetsen in 2 rondes. En dat komt ook een beetje door de situatie rondom corona dat we dat nu zo doen. Want ronde 1 bestaat uit 3 onderdelen en dat gaat allemaal online of via filmpjes. Als je door de eerste ronde bent, dan ga je naar ronde 2 en dat is live. In april, hier bij ons in Amare. De eerste 3 onderdelen zijn muzikaal praktisch, theoretisch en een portfolio. Muzikaal praktisch betekent dat je iets voorspeelt op je eigen instrument of iets zingt, als zang natuurlijk je hoofdinstrument is. We willen ook iets horen van je algemene muzikaliteit en dat doen we. We vragen je dan om 1 of 2 liedjes op te nemen, zodat we horen hoe je kunt zingen. En die liedjes moet je dan ook begeleiden. Nou, niet iedereen speelt natuurlijk meteen al piano of gitaar, dus dat mag ook heel basic en eenvoudig, maar we willen toch een beetje kunnen zien, ja, hoe leerbaar ben je, wat kun je al? Muziektheoretisch, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. We willen ook weten of jij al wat muzikale bagage hebt qua kennis. Nou, daar staat een online tool. En daar zal straks Moena ook iets over vertellen. Die staat nu al klaar op de website. Kan je nu al eens kijken wat wordt daar eigenlijk van me gevraagd. En dan kun je ook in oefenen. Het portfolio is heel persoonlijk. Daar vertel je eigenlijk iets over je achtergrond. Waarom je deze opleiding zo graag zou willen doen. En wat je al kan en gedaan hebt. Dat zijn eigenlijk de 3 onderdelen van de eerste ronde. Die moet je allemaal voor 1 maart bij ons indienen. Dat zeg ik er toch maar even wat streng bij, want dat komt er al snel aan. Dat is de deadline voor trouwens het hele consortium en ook voor ons. Wij gaan dan naar al je materialen kijken. En als we enthousiast zijn, dan nodigen we je uit voor de 2e ronde. En daarin gaan we eigenlijk dat stukje, dat onderwijskundige stukje, een beetje nader bekijken. Want je mag dan live met een groep, 1 minuutje of 5, aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een liedje instuderen of een klein ritmespelletje. Dat hoeft niet een volledige les te zijn, maar we willen natuurlijk graag zien, ja, hoe sta jij dan voor een groep? En het 2e onderdeel van de 2e ronde is een gesprekje met een collega en mij over je motivatie. En willen je ook graag even leren kennen. Nou, Moena, ik zit het allemaal te vertellen, maar jij bent er al doorheen gegaan, nog niet zo heel lang geleden, want je zit nu in jaar 1. Het was toen helemaal online. Ja. Kun jij een beetje vertellen hoe dat toen ging? Nou, ik weet nog wel, ik ging even op de site kijken en zo, wat moet ik nou doen? En eerst keek ik ernaar en ik dacht, wow, wat een waslijst, maar eigenlijk valt wel mee. Ik doe zang als hoofdvak, dus ik moest eigenlijk gewoon vooral video's inleveren waar ik zong. Dus ik heb wat oude live performances door corona, waren die opgenomen, heb ik ingeleverd. En ik heb bijvoorbeeld ook een film van mijn eindexamenconcert ingeleverd. Dus het hoeft niet allemaal a cappella, maar dat kan ook, mag ook. En ik heb zelf al best wel lang pianoles gehad, dus het stukje begeleiden was voor mij niet zo heel moeilijk. Maar wat je zegt, het mag heel basic. En waar ik eigenlijk vooral tegenaan liep, was het theoriegedeelte. Want ik kende dat gewoon niet. Ik had geen kennis over theorie. En doordat je eigenlijk die oefentoets eigenlijk zo vaak mocht maken als dat je zelf wou en zelf behoefte aan had. Daardoor heb ik eigenlijk mijn theorie toelatingsexamen gehaald. Dus ja, dat zou ik zeker even aanraden. Ik wou het je al vragen, Moena, want je bent vast niet de enige die dat stukje theorie nou juist het spannendst vindt. Ja. Wat heb jij nog meer gedaan om je voor te bereiden daarop? Ik ben eigenlijk met mijn oud-muziekdocenten ook even gaan zitten. Mijn oude pianolesdocent. Gewoon even zo van, als ik ergens tegenaan hikte, als ik toch nog een vraagje had van ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ben ik toch gewoon muziekdocenten van school en zo om hulp gaan vragen. En vrienden van mij die al in de muziek zaten. En het is eigenlijk gewoon, als je gewoon even op internet ook gewoon wat dingetjes opzoekt. Als je ergens tegenaan hikt, dan kom je echt al een heel eind. Het is even een heuvel waar je overheen moet, maar als je er eenmaal overheen bent, dan is het zo gepiept. Nou, ik hoop dat Moena jullie allemaal een beetje gerustgesteld heeft. Ik zei het al, voor 1 maart dien je de materialen
op te sturen. Of op te sturen, dat kun je uploaden via Osiris. Je moet je natuurlijk eerst nog wel via StudieLink aanmelden. Dat vind je allemaal op onze website, de informatie. Ook wat je precies moet doen, dus je had niet mee hoeven schrijven. Dat staat allemaal netjes op de website ook verteld. Ik wou nog even besluiten met dat ik op 10 februari, en dat is al aanstaande donderdag, om 4:00... ook nog een online question and answer organiseer. Je kunt je daar via de website wederom voor inschrijven. Want ik kan me voorstellen dat je ook vragen hebt. Die kunnen we nu natuurlijk niet beantwoorden, maar die kun je dan wel stellen. Ik zal dan nog even kort vertellen, nou, wat is de opleiding, waar gaat het over? En daarna is er heel veel ruimte voor kandidaten om vragen te stellen. Dus 10 februari om 4:00 nog een meet and greet voor online vragen. Vandaag zijn er op verschillende tijdsloten ontmoetingen mogelijk. We gaan dan met de studenten, mezelf, wat docenten, staan we in onze eigen docent muzieklokalen. Er zitten hier al wat mensen in de zaal die ik straks voor de eerste ronde zal meenemen. En als je komt, we hebben ook nog een rondleiding door Amare, want we zijn natuurlijk ongelooflijk trots op dit mooie nieuwe gebouw en we laten het heel graag aan jullie zien. Mocht je vandaag niet komen, mocht je nou donderdag niet kunnen, je kunt me altijd nog even mailen. Mijn mailadres vind je dan ook wel op die website. En dan kunnen we ook nog een keertje, kan ik je gewoon bellen of kun je mij bellen of... Dus aarzel niet om je vraag te stellen als je dat wilt. Goed, we gaan het afsluiten. Ik wil jullie ontzettend bedanken. De anderen die al zijn gaan zitten in de zaal ook. En we sluiten af met, nou vooruit, nog één stukje uit onze case waar we zo trots op zijn. Het nummer Glorious. En volgens mij doet bijna de hele afdeling daar aan mee. Klopt dat? Ja, zo ongeveer wel, ja. Nou, ja. Geniet ervan en hopelijk tot ziens.